nummer 19, Jef de Vries. Ik ben Jef de Vries, ik ben 21 jaar, kom uit Groningen en ik speel momenteel bij Basketball Academie Limburg in Weert in de Eredivisie. En daarnaast studeer ik ook nog aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zit nu in het derde jaar van Economics en Business Economics Bachelor. Dus dat probeer ik dit jaar af te maken. Is wissel bij Weert in het veld met nummer 19, Jef de Vries. Hij pakt nummer 2, Roel van Overbeek. Op een gegeven moment heeft Bal mij benaderd om mogelijk een tweejarig contract te sluiten. Ik heb eigenlijk vanaf het moment dat zij mij contact hebben opgenomen, heb ik besloten als zij mij willen, dan wil ik ook. Ja, toen was het eigenlijk voor mij heel snel die keuze gemaakt. En Weert is ver weg, maar ik heb het goed naar mijn zin. Op die manier geluk gehad dat het allemaal nog online redelijk blijft en dat ik de lessen op die manier op afstand kan volgen. Nou ja, ook gewoon een volledige trainingsprogramma kan volgen daar, dus op zich gaat het prima. Het is af en toe zwaar, zeker in tentamenperiodes en zo is het nog wel eens lastig, maar ja, voor het grootste deel gaat het hartstikke prima en ik doe gewoon een vak minder per periode en dan is het eigenlijk hartstikke prima te doen. Ik sta meestal rond 9 uur op. We hebben dan van 10:45 krachttraining tot 11:45. Dan gaan we naar de zaaltraining van 12:00 tot 1:00 meestal. Dan kom ik terug, eet ik wat. En dan meestal probeer ik 's middags echt een paar uur achter elkaar gewoon wat aan school te kunnen doen. Dus dan rond tussen 2 en 5 ongeveer. En dan trainen wij van 6 tot 8 uur. Dan komen we terug en dan als ik wat extra wil doen voor school, doe ik wat extra voor school. Hangt er vanaf hoe druk ik mijn school heb, wat ik dan daarin doe. Maar het is gebouwd om basketbal heen. Maar ik hou ook best wel tijd over gewoon voor andere dingen. Dus dat het is wel goed te doen. Als ik hulp nodig heb, kan ik via mail of via discussion boards, via Nestor, al dat soort dingen, kan ik alsnog wel mijn vragen kwijt. Dus als er echt issues zijn, dan kan ik daar sowieso mee kwijt. De rest kan ik gewoon zelfstandig doen en dat vind ik ook wel een fijne manier voor mezelf. Zeker mijn eerste jaar waren er nog wel eens verplichte dingen. En dan heb ik wel situaties gehad waarin dat gewoon echt niet lukte voor mij. En dan kon ik daar eigenlijk flexibeler in zijn. Maar vanaf het tweede jaar mijn studie is het sowieso al flexibeler omdat je je eigen schema kan maken ook. En nu heb ik alleen hoorcolleges, dus is er sowieso geen verplichtingen. Dus dan het enige wat ik hoef te volgen zijn de tentamens. Dus daarvoor moest ik nu afgelopen periode 1 keer naar Groningen toekomen. Nou ja, dat was prima te doen om gewoon 1 keer in de 8 weken dan te doen, dan ging dat wel. Zeg maar. Ik heb nu alleen hoorcolleges, geen werkgroepen of dat soort dingen. Ik kan eigenlijk ook mijn eigen schema maken, want ik kan terugkijken wanneer ik wil. Dus wanneer bijvoorbeeld een college van 11 tot 1 is en ik heb training op dat moment, dan kijk ik hem bijvoorbeeld van 1 tot 3, wanneer dat beter uitkomt. Dus op die manier kan ik een beetje mijn eigen schema maken. Zien we jou ooit nog terug in het shirt van Dona? Ja, ik ga mijn best doen om het niveau te halen. Als ik dat niveau heb, dan wil ik daar hartstikke graag spelen. Maar daar zit ik nog wel een stuk vanaf, denk ik. Maar ja, ik ga gewoon door blijven werken en dan kunnen we over een aantal jaar zien of ik dat kan halen. Het zou heel bijzonder zijn als dat lukt.